Ik ben Niki Niens en ik werk als data-analyst bij de gemeente Amsterdam. Het is een heel jonge afdeling, we staan nu een jaar. En er komt steeds meer vraag vanuit de gemeente om data, dus daarom was het nodig om te groeien. En hebben ze mij aangenomen. Wat ik heel leuk vind is dat Amsterdam als voorloper echt met die data bezig is. Dus als gemeenteambtenaren vragen hebben waarvan ze denken dat die met data kunnen worden opgelost, komen ze naar ons toe. Ze wilden bij de afdeling afval weten hoe ver moet elk huishouden nou lopen om bijvoorbeeld bij een dichtstbijzijnde papierbak te komen of dichtstbijzijnde glasbak. En ik heb een hele analyse en berekening gemaakt om dat voor elk adres in Amsterdam uit te rekenen. Wat ik heel leuk aan vind is dat Amsterdam meer datagedreven werkt, is dat je niet meer alleen kijkt naar wat voor beeld bestaat ergens over. Bijvoorbeeld als je kijkt naar parkeren in het centrum, zal je nooit een plek kunnen vinden. Maar dat we echt, er wordt data verzameld daarvan door parkeercontroleurs. En die kunnen we analyseren en kunnen kijken waar is nou op een vrijdagmiddag plek. Waar maak je totaal geen kans op een zondagavond. Die data hebben we, die kunnen we analyseren en die kunnen we ook delen met de burgers. We gebruiken veel Python en SQL en ik maak ook kaarten in QGIS. Allemaal open source programma's die we gebruiken, omdat we daarmee ook heel snel kunnen schakelen, de nieuwste dingen kunnen gebruiken. En dat vind ik heel leuk, het is een heel innovatief team. Wat ik heel mooi vind aan deze functie is, ik ben hier duidelijk helemaal op mijn plek. Ik kan doen waar ik heel goed in ben, heel veel programmeren, heel abstract nadenken, creativiteit gebruiken. En ik wil dat heel graag toegepast doen. En doordat ik bij de gemeente werk, doordat de vragen uit de stad komen, kan ik dat nu doen.